Dat zijn ze thuis wel gewend hoor. Ja. Dan denken ze, oh, dit is de derde keer, ga eens kijken. Dit zou wel een grap kunnen worden. Welkom bij Topnames, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Pieter-Paul van Oelen, welkom. Je bent eerder hier te gast geweest. Toen omdat je verbonden was aan de Accenture Innovation Awards. Nu heet het de Accenture Innovation Summit. Wat is er veranderd? Wat is er gebeurd? Dat is een goede vraag. Eigenlijk niet zo heel veel. Maar we vonden wel inmiddels, het was het 10e jaar dat we de Accenture Innovation Award uit gingen reiken. En inmiddels is het event waarop we dat doen zoveel meer dan een prijzenfestival. Het is echt een event waar de hele innovatiewereld elkaar tegenkomt, elkaar ontmoet, elkaar inspireert, met elkaar het gesprek aangaat. En dat vind ik meer dan een award. Dus we zeiden, eigenlijk is het een summit. En een van de onderdelen die daarop gebeurt, is dat we daar ook prijzen uitreiken. Ja, jullie hebben dus meer een congres, een event van gemaakt waar de prijsuitreiking een onderdeel van is. Ja, we hebben ook 70 innovaties die daar staan. Die tonen zichzelf aan het Nederlandse publiek, zeg maar. Daar kun je helemaal omheen lopen, een marktplaats. Maar dat heeft eigenlijk weer niet met de awards te maken. Dat zijn gewoon innovaties die zich aangemeld hebben, die wij heel tof vinden, die we gaaf vinden om te delen met het publiek. Maar dat betekent niet dat die weer meedoen aan de awards. Dus dat kan ook bijna verwarrend zijn. Ja. En jullie hadden nu ook een paar mooie keynotes, zeg ik. Ja. Van gasten uit het buitenland. Hebben dus een track toegevoegd. We hadden vroeger altijd een opening show van een uur. En een slotshow van een uur waar vooral dan de prijzen in werden uitgereikt. En daartussendoor hebben we van alles geprobeerd om dat hoofdpodium levend te houden. En eigenlijk is daarvan het meeste best wel moeizaam geweest om daar energie op te houden. Nu hebben we gezegd, we laten gewoon het hoofdpodium leeg tussen de opening en de sluiting door. Dat is gewoon een zaal, daar kan 1200, 1300 man in. Ja. En dat is heel moeilijk om daar de energie in te houden als er heel veel andere dingen gaan gebeuren. We hebben dat eraf gehaald, maar we hebben drie andere zaaltjes geopend. En daar hebben we echt hele diepe discussies over hele specifieke onderwerpen gedaan. En dat werkte ontzettend goed. Dus dan zie je inderdaad over de toekomst van healthcare of over hoe ga je nou corporate venture capital laten werken voor een bedrijf, dat daar de echte experts voor de klas gaan staan en delen wat hun visie op het domein is. En dat daar een groepje zeer geïnteresseerde professionals mee aansluiten en die discussie met die experts aangaan. Ja, dus dat was een nieuw onderwerp. 10 jaar, ik kan me nog herinneren, de eerste nog heel goed herinneren. Want werkte jij bij de NOS, denk ik? Ik was genomineerd. Ja, zeker. En gewonnen, toch? Dat is mijn grote frustratie. Eindelijk kunnen we elkaar eens even zo spreken. Het allereerste editie van de Accenture Innovation Award was ik genomineerd, of de NOS natuurlijk, maar ik was hoofd nieuwe media. Voor de Tour de France website, want daar hadden we namelijk voor het eerst hadden we real-time data vanuit de koers op een website. Maar het probleem is, ik ben 3 keer genomineerd. De eerste, de tweede en de derde editie. En toen ik voor de derde keer genomineerd werd, toen heb ik jou gebeld. Ik zei, ik wil best weer komen, maar dan moet je me wel garanderen dat ik win. Want en dat deed hij niet? Nee, dat wilde hij niet. En ben je niet gegaan? Ja, ik ben uiteindelijk wel gegaan, maar weer niet gewonnen. Maar wat ik wel mooi vind, want die allereerste, dat was een event in Zuid. Toen waren we net in ons nieuwe kantoor ingetrokken. In jullie kantoor, ik denk dat er 40 man in het zaaltje konden of zo, of 50. Maar iets in die orde van grootte. Ja. Een klein zaaltje, het was hartstikke leuk. We hadden de kantine uitgeruimd. Ja, dan is er toch wel heel wat gebeurd. Ja, geef eens een idee hoeveel mensen waren nu, hoeveel bedrijven presenteerden zich, om eventjes te schetsen tussen toen en nu wat er gebeurd is. Ja, het is niet vergelijkbaar. En eigenlijk toen ook niet zo bedacht van we beginnen klein en dan maken we er daarna de grootste innovatieshow van Nederland van. We begonnen toen echt in de media. Ik was adviseur in de media-industrie. Ja. En wij zagen gewoon dat die media-industrie totaal op zijn kop ging. En we dachten, jeetje, wat gaat er allemaal gebeuren? En wat gaat het hard? En we merkten ook dat heel veel grote bedrijven nog niet wisten waar het naartoe ging. En we vroegen dat dan aan directies en dan zeiden we, waar denk je dat je naartoe gaat? Ja, geen flauw idee. De oude modellen die holden keihard achteruit, maar de nieuwe modellen die waren er nog niet echt. En toen dachten we, als we nou in kaart brengen wat er allemaal gebeurt, dan kunnen we daarover met elkaar in gesprek. En kunnen we vervolgens elkaar helpen om weer uit het dal te klimmen van die mediabedrijven. Ja, dat was echt de intentie in de eerste jaren. Mm-hmm. En toen werkte dat eigenlijk zo leuk,
En toen zeiden collega's van mij uit andere industriegroepen van, hey, maar kunnen we dan ook niet een innovatieprijs voor de telecom doen? En ook niet een innovatieprijs voor de financiële sector doen? Ja. Toen dachten we eerst nog van, jeetje, dat moet je echt als aparte prijzen gaan doen. En dat werd in het begin zelfs op aparte locaties uitgereikt. Want die bankaire jongens, die wil je niet bij die hippe media jongens in één zaal hebben. Weet je wel, dat gaat vast vechten met elkaar, dachten we. Maar en langzaam zie je het dan ontwikkelen naar iets, ja, dat innovaties uit de technology hoek, dat die ook de financial sector natuurlijk aanpakken. Hè? En dat een partij als Google eerst de media op zijn kop zet en daarna ook de financiële markt even komt bestormen. En dat ze eigenlijk heel veel van elkaar kunnen leren. Dus en zo is dat dan uitgegroeid. En dit jaar waren we, als je wat nummers wil horen, we hadden 800 aanmeldingen. Dus 800 concepten die zichzelf aangemeld hebben om te zeggen, ja, wij zijn een mooie innovatie, beoordeel ons. Of wij vinden dat we die prijs verdienen. Dus dat is ook altijd mijn nadeel. Want ik heb heel veel fans in het land, zoals Stekel, die zeggen, ja, ik had een onwijs goed idee. En door jou heb ik die prijs niet gewonnen. Ja. Ik zit nooit in de jury. Vergeet ze dan altijd een beetje, voor het gemak. Ja, maar je moet iemand... Voor het persoonlijke van de prijs. Nee, dus dit jaar heb ik ook weer 790 partijen moeten teleurstellen. Die winnen de prijs niet. Maar dat is ook niet meer het ding. Er zijn 11 partijen die winnen wel een prijs van die 800. Maar van de andere deelnemers, daar zijn er tientallen die ontzettend veel hebben aan het hele proces. We brengen ze in contact met juryleden. We hebben 150 juryleden, omdat we in verschillende thema's die prijzen uitreiken. Ja. Daar zitten echt de topmensen in van de overheid, van de wetenschap, van het bedrijfsleven. En alleen al de entree bij die topmensen uit het innovatiewereldje kan voor sommige start-ups gewoon de doorbraak betekenen. Hè, dat je gespot wordt en meegenomen wordt. Ja, jullie doen dat in je zegt het al, in veel categorieën. Ja. Van de circular economy tot smart industry, affordable of clean and affordable energy, een safe and secure society, internet of me, nou, noem maar op. Dus je hebt ontzettend veel langs zien komen in zo'n heel proces. Wat is nou, als je nou de eerste die je te binnen schiet, hoeft niet eens een winnaar te zijn, maar wat je echt denkt van wow, dat vond ik grappig of leuk of interessant. Je mag ook een paar noemen. Ja, hoor, maar precies. Wat komt er dan boven drijven? Ik zie hele gave innovaties. Hè. En bijvoorbeeld, en ik zie dus ook hele gave innovaties die de jury uiteindelijk niet laat winnen. Tuurlijk, En bijvoorbeeld, ik had vandaag nog even zitten reflecteren. Een Power Peers, dit jaar in de markt gezet. Eigenlijk interessant, hè, vanuit een energiebedrijf. Als een start-up die echt het delen van energie mogelijk maakt. Veel verder gaat eigenlijk dan eerdere concepten op datzelfde gebied. Ja, en die komen niet in die laatste finale ronde. En dat is dan aan zo'n partij soms ook heel moeilijk uit te leggen. Van ja, waarom wij dan niet? Ja, weet je, dat is een jury die beslist met elkaar van waar zien wij de potentie en waar gaat het heen. Ja, zelfs als jullie beperken tot genres, is het natuurlijk altijd appels met peren, toch? Het is absoluut appels met peren vergelijken, ja. Maar het interessante is ook, als je zegt, we doen dit 10 jaar... en laat ik even het gemak van uitgaan dat jullie elk jaar 800 inzendingen hebben gehad. Dan heb je dus 8000 bedrijven in het vizier gehad. Jullie zijn er zijn weinig partijen die beter, zeg maar, kunnen vertellen welke trends, welke ontwikkelingen je die afgelopen 10 jaar hebt gezien. Die ene van net vond ik eigenlijk wel interessant. Dat je zei van wat je de afgelopen 10 jaar hebt zien gebeuren. Daarvoor leek het als je hebt gebieden, dus media, je hebt bankaire, daar speelden zich dingen in. Maar we hebben daarna spelers gekregen die eigenlijk op alle fronten, in alle gebieden door elkaar voor verstoring zorgen. Ja. Als ik jou nu vraag van, noem me 2 of 3 trends of ontwikkelingen over die 10 jaar. Wat zeg jij dan? Wat is er belangrijk geweest in deze periode? Ja, ik denk dus inderdaad, we hebben een jaar of 3, 4 geleden hebben wij heel bewust die industrieën losgelaten. Toen hadden we alle traditionele industrieën hadden we gedekt met awards. En toen hebben we heel bewust gekozen van, eigenlijk gebeurt het daar niet meer in. Dus het gebeurt thema's eigenlijk op thema's. Ja. En dan als je bijvoorbeeld health and well-being neemt, dus dat zijn dan echt de ziekenhuizen, die gaan samenwerken met de zorgverzekeraars, met de overheid, met research, weet je wel, technology, telecom, die heb je allemaal nodig eigenlijk om de gezondheidszorg van de toekomst te bereiken. En dan zie je eigenlijk dus ook dat ontzettend technology driven wordt. Dus die nieuwe oplossingen, als je gezondheidszorg duurzaam, hoge kwaliteit tegen lagere kosten wil hebben, dan moet er veel meer
connected worden. Dan moet er veel meer op afstand kunnen. Dan moet je veel meer efficiëntie daarin brengen. En daar heb je dus vaak hele ingewikkelde consortia voor nodig. Of nieuwe spelers die gewoon dat allemaal zelf combineren. Dus dat vind ik een hele interessante. Die omschakeling naar die thema's die ontzettend belangrijk zijn. Ik vind ook meer, ik keek na het weekend eens terug op de winnaars van afgelopen vrijdag. En dat viel me eigenlijk zelfs in de zaal al op. Want voor mij is dat dan ook natuurlijk ongeveer een nieuwsflash. Van wat zijn dan de winnaars van dit jaar? Op de dag zelf zijn nog de finale pitches. Het viel me op dat er ontzettend veel van die winnaars impact gaan maken. Impact gaan maken ook op duurzaamheid. En ik heb ook het gevoel dat dat voor jury steeds zwaarder is gaan wegen. Dus bijvoorbeeld... Ja, als een soort rode draad door al die categorieën. Ja, dus dat die circular economy, dat die krijgt ook als enige een andere kleur tulp. Dat is een groene tulp in plaats van alle blauwe tulpen. Dus dat is die groene kracht die door dingen heen zitten. En dat is ook een van de weinige prijzen die je dubbel kunt winnen. Dus je kan winnen in healthcare, maar ook heel erg circular zijn. En dan heb je dus die beide prijzen verdiend. Maar dus die circulariteit, dat zien we wel steeds meer terugkomen. Die duurzaamheid. En tot en met, je noemde net ook de Internet of Me, hè? Dat is zo'n wat minder makkelijk te vatten thema. Dat gaat over dit heel erg personaliseren van al je belevingen op het internet en buiten het internet. En daar wint dan bijvoorbeeld een partij, dat heet 3D About Me. En die maken met een paar simpele foto's van je voet, weet je precies welke maat schoenen je voortaan moet bestellen. En heb je dus veel grotere kans dat je de goede schoenen krijgt. Nou, dat is leuk. Leuk voor de gebruiker. Dan denk je in eerste instantie ook van, wat is nou de impact daarvan voor een webwinkel of voor het hele internet? Moet dat nou winnen? Maar dan komt die jury erachteraan. Vervolgens is het natuurlijk voor de bedrijven een enorme grote voordeel dat er veel minder retours komen. Daar moet je even over doordenken. Dat is een enorme efficiëntiewinst. Ja, het scheelt enorm veel geld. Ja. En vervolgens heeft dat dus ook een enorm milieu-impact. Dus, en telkens komt dat dan ook in die juryrapporten, die worden uitgelegd op het podium, komt dat weer terug. Van dus dat scheelt ontzettend veel logistieke stromen. Dus dat is goed. Dat hoort tegenwoordig ook wel bij een start-up. Die moeten altijd iets verzinnen. Een purpose hebben. Dat is er ook net te denken. Is dat een modieus verschijnsel? Of is het een... Ja, het is het een gemeente ding? Nou, het is een ding waar dus ook zo'n jury van wijze mannen en vrouwen heel erg op let steeds meer. Dus het is en iets, je moet het wel benadrukken van wat is nou de waarde van wat ik lever, behalve dat je een grotere kans hebt op de juiste schoen. Maar het is ook wel iets waar steeds meer aandacht voor is van dat is wel belangrijk. Ja, want als we dat niet doen met elkaar, dan hebben we toch een probleem te pakken. Ja. Ja. Hey, we hadden het er voor de uitzending ook nog even over. Wat ik wel interessant vind, jullie doen dit nu 2 jaar. Je kunt nu feilloos al een aantal 10. Belangrijke, of 10 jaar, feilloos een aantal belangrijke trends eruit halen. Jullie zien dat allemaal langskomen. Maar wat me opvalt is dat jullie hebben dat event al 10 jaar lang, 1 keer per jaar. Ja. En jullie hebben eigenlijk nooit een structurele hub of zo, een start-up hub van gemaakt. Of een innovatie hub waar je al die informatie bundelt en bij elkaar terug kunt vinden. Wat het hele jaar door een functie heeft. Nee. Is daar een reden voor? Ja, we zijn net al 800 keer 10 jaar. Jullie hebben alles langs zien komen. Ja, nee, we hebben ontzettend veel langs zien komen. En heel veel daarvan zit ook wel in een grote, dikke database. Die ook al benaderbaar is voor een deel via onze website. Dus je kan gewoon zoeken op onze website door alle deelnemers heen. En als je gewoon zoekt op social media, dan zie je alle social media related inzendingen van de laatste jaren. Maar het is een ontzettende klus om dat heel erg strak en scherp te krijgen. En om het ook nog waardevol te maken. En ik zie eigenlijk dat de waarde is niet om een database dom open te zetten, maar ook om erover mee te denken met je klanten. En dat is wat wij de laatste 2 jaar wel heel veel meer zijn gaan doen dan die eerste 8 jaar. Die eerste 8 jaar deden wij ook wel af en toe. Dat hebben we ook nog wel eens voor de NOS gedaan of voor andere bedrijven. Dat we zeiden, wat is dan je innovatierichting? En we willen heel veel beter worden in social media. Nou, laten wij dan eens een aantal social media startups aan jullie voorstellen. En kijken welke daarvan het meest relevant zijn. En dan keken wij eigenlijk in de database. En deden we ook nog een soort van sanity check eroverheen. Van maar
past dit dan echt? Want je kan wel social media op je voordeur hebben staan, maar... Precies, dus jullie gebruiken het traditioneel wel voor je eigen kennis en netwerken en dat soort dingen. En dat eigenlijk wel heel breed. Dus dat doen we voor al onze klanten. En daar kun je bijna onderscharen alle grote corporates en alle grote overheidsinstanties van Nederland. Die kunnen op die voordeur kloppen. En we doen dat, stellen dat ook heel erg open naar onze partners. Hè. Inmiddels zijn er meer dan 100 partners die aangesloten zijn bij die Innovation Awards. Dus dat zijn een aantal bedrijven die ons ook steunen, financieel steunen, om dit programma te kunnen draaien. En die het hele jaar door daarin betrokken zijn. Maar ook partijen die gewoon om niet met ons samenwerken. Hè. En die wij ook de andere kant dus weer op kunnen helpen. Dus als wij een vraag krijgen over robotics, dan kijk ik in mijn database wat ik daarin in heb. Maar dan neem ik ook even contact op met Yes Delft. Want daar hebben ze een aantal hele gave start-ups die daarmee bezig zijn. Mm-hmm. En nu ook met Robo Valley, waar ze dat onderzoek en het tot stand laten komen van robotics oplossingen voor Nederland proberen te bundelen. Dus je hebt meer nodig dan alleen database. Dat is wat ik maar wil proberen te zeggen. En wij proberen dus eigenlijk wel een platform veel meer door het jaar heen eigenlijk aan te houden. Maar we zoeken nog wel heel erg naar de vorm. Ja, wat is dan? Ja. En we vragen dat ook aan onze klanten, aan onze relaties, aan die juryleden. Wat wil je dan? Hè? Wil je dan elke maand dat we bij elkaar komen? Want hè, als je bij elkaar komt, dan gebeurt er het meest. Of wil je workshops over de verschillende onderwerpen? Of moeten we bepaalde thema's vastpakken en daar met elkaar de breakthroughs op gaan zoeken met start-ups en corporates samen? En we testen wel heel veel van die verschillende vormen met ze uit. Hey, en jullie kiezen ook elk jaar de Innovator of the Year. Dat is een persoon die veel bereikt heeft op het innovatiegebied dit jaar. Ja. En tot mijn verbazing hebben jullie dit jaar iemand van de Belastingdienst gekozen als Innovator of the Year. Ervaar jij dat niet zo elke 3 maanden? Nou, als ik heel eerlijk ben. Nee, maar goed, ik weet er niks van. Die meneer is de Chief Analytics Officer. Hij heet Cyprian Smits. Ja, Cyprian Smits. Waarom is hij gekozen? Ja, dus eerst maar weer even de disclaimer. Jij zit niet in de jury. Ik zit niet in de jury. Maar, en daarna mijn gloedvolle betoog waarom ik het wel een heel goed idee vond. Wat wij doen in dat proces is dat wij aan het begin van het jaar heel open uitvragen bij onze collega's, bij onze 100 partners, bij de juryleden. Wat vinden jullie kandidaten voor deze functie? En het criterium is dat je echt at scale impactvolle innovatie hebt gerealiseerd bij een grote organisatie. Want eigenlijk die normale Innovation Awards, dat beloont heel vaak de start-ups die het gave breakthrough idee hebben. Ja, dit is de bekende intrapreneur in een moeilijke omgeving. In een moeilijke omgeving iets voor elkaar krijgen. Ja. En de eerste was Rob van Leen van DSM, weet je wel, die had echt een hele nieuwe divisie gebouwd. Tweede was Gerald Schotman van Shell, enorme innovatieportefeuille die onder zijn hoede had. En Jeroen Tas vorig jaar vanuit Philips Healthcare natuurlijk, daar de drijver van de vernieuwing. Dat zijn allemaal namen van groot corporate Nederland die mensen snel snappen. Dit jaar hadden we weer een hele longlist van 30. Gaan we terug naar 10. Zoeken we natuurlijk ook. En een mooie shortlist van 4 mensen, waaronder iemand van de justitiële incassobureau, ook zo'n populair. Ja, we hadden wel de populariteitsprijs ervan kunnen maken. Ja. Arcadis en Alliander. Ja. Ja, maar dat is dan, het is natuurlijk ook iets, je moet eraan mee willen doen. Hè? Dat is ook de vraag. Er zijn mensen die we uitnodigen om hun vuil in te dienen en die dat niet doen. Het was wel een grotere longlist. Dit waren de 4 die over waren gebleven na eigen beschikbaarheid en enthousiasme vanuit de jury. Die worden vervolgens allemaal op een hele avond vol interviews en discussie getrakteerd. Dat deden we in BM Slam. Toen we ook alle startups lieten pitchen naar de 11 verschillende juries, zaten zij in een aparte omgeving met een hele reeks interviews. Ja, en ik kan zeggen, de jury was unaniem onder de indruk van Cyprian. Die heeft een enorm impactvol analytics programma daar opgezet bij de Belastingdienst. En ze zijn nu natuurlijk op dit moment al helemaal negatief in het nieuws. En dan denk ik van ja, ergens is dat dus lastig ook voor onze award. Je hebt wel wat uit te leggen. Aan de andere kant denk ik van ja, er moesten daar 5.000-6.000 mensen uit. Dat had de Tweede Kamer besloten. En dat was een groot innovatieprogramma of een vernieuwingsprogramma wat was besloten. Dan moet je op andere manieren gaan werken. Dan moet je dus veel meer data gedreven, inzicht gedreven,
aan het werk gaan, zodat je alleen maar met de partijen bezig gaat die, waar je ook echt iets kan vinden. Dus de, waar waarschijnlijk fraude aan de hand is. En niet al die ruis afwerken van de bulk van het normale werk. Dus, en daar eigenlijk die afdeling van Cyprian, die zorgt ervoor dat dat kan gebeuren. Ja, er zit, in dit soort gevallen zit, kan natuurlijk heel veel innovatie zitten wat wij helemaal niet zien. Weet je? En het heeft dan een slechte naam per definitie. Maar ik vind het juist zelf een ontzettend leuke categorie. Dat was alleen maar omdat ik natuurlijk ook een tijdje bij zo'n... Ja, de NOS was ook niet de makkelijkste organisatie om in beweging te krijgen. Nee. Dus ik herken wel heel erg dat heel interessant is om te doen. En als dan mensen inderdaad iets weten te bereiken, ja, ik vind het leuk. Ja, en wat Cyprian ook nog aangaf op onstage, waar hij misschien nog wat meest trots op is, is hij is daar met niks begonnen. Echt met een idee. Maar kreeg wel de ruimte. Kreeg de ruimte. Kreeg goede support vanuit de board vanuit de Belastingdienst. Maar hij heeft dus in een paar jaar tijd nu een team van meer dan 100 man opgebouwd. Zo. Dat echt een hele goede data scientist. En die moet je toch maar verleiden om voor de Nederlandse overheid te komen werken. Voor de Belastingdienst te komen werken. Ja. En voor het salaris wat erbij hoort. Voor het salaris wat erbij hoort. Ja. En die jongens die kunnen natuurlijk allemaal morgen ergens anders meer geld verdienen. Allemaal. En toch werken ze bij hem en in zijn team. En maken ze impact voor die Belastingdienst. Nou, dat vind ik impact. En heeft hij ook verteld waar we nou extra op moeten letten dit jaar? Onze aangifte, omdat hij het feilloos met zijn datamodellen eruit haalt. Nou ja, wat ik hoor is, je moet gewoon net een beetje aan de onderkant van je fraudeleuze gedrag blijven steken. Want als jij... hij dan weer. Waar dat dan precies zit. Ja. We moeten alleen dat punt een beetje. Ja. Dat is een beetje spelen. Als we gewoon met elkaar crowdsourcen wanneer het te veel wordt, dan... Wat bedoel je daar nou precies mee? De onderkant van je fraudeleuze gedrag? Nou, je moet niet te veel fraudeleuze. Je moet gewoon een klein beetje rommelen mag. Dat is eigenlijk wat ik bedoel. Fraude light. Wat jullie ook dus met het mooie van jullie is, kijk, veel van de awards die we kennen, ik noem maar wat, de Next Web, et cetera, waar jij natuurlijk ook bent en waar jullie natuurlijk ook bekende partijen zijn, maar dat focust zich heel erg op de start-up wereld. Ja. Jullie klanten, normaal gesproken, zijn juist grote ondernemingen, grote bedrijven in dit geval, jullie proberen die twee bij elkaar te brengen hier. Ja. Heb je daar ontwikkelingen in gezien? Zijn de werelden dichter bij elkaar gekomen de afgelopen jaren? Ja, absoluut. En dat was ook iets wat ik niet heel erg voorzag 10 jaar geleden toen we ermee begonnen. Het was niet dat ik dacht van, nou, als wij dit nu eens een paar jaar doen, dan komen langzamerhand die grote bedrijven en die kleine bedrijven bij elkaar. En dan gaan ze elkaar allemaal vinden en lief vinden en elkaar succesvol maken. Maar dat is ook wel iets wat echt gegroeid is in de afgelopen jaren. En je ziet dat een aantal bedrijven daar natuurlijk ontzettend actieve programma's op zetten. Als je gewoon KPN een beetje volgt op dit moment. Jan-Kees de Jager is daar binnengekomen van we moeten die connect maken. Als je nu ziet wat voor verschillende programma's zij allemaal hebben richting die start-up wereld. Geef eens een paar voorbeelden, maak het eens concreet. Dus zij hebben eigenlijk op 3 manieren, en misschien nog wel meer, maar 3 belangrijke manieren hoe zij samenwerken met start-ups. Dus zij hebben... Een groot venture capital fund gemaakt, waarin zij investeren in partijen die zij interessant vinden, maar ze ook acquireren. Interessant vinden voor hun business. Ze acquireren, iets minder al, maar doen ze ook. Wat ik als tweede zou willen noemen, is dat ze echt heel actief die samenwerkingen opzoeken. Dus zij gaan nieuwe proposities samen met start-ups definiëren, ontwikkelen en bijvoorbeeld rond de connected home. Brengen ze dan echt samen met zo'n start-up onderdelen van zo'n propositie naar de consumenten toe. En maken daarmee die start-up succesvol. Yep. Maken zichzelf daar ook mee succesvol, want zij verkopen die dienst door. Dus hun schaal, hun toegang tot de Nederlandse consumenten, maakt het voor de start-up en voor hun interessant om die nieuwe dienst te doen. En de derde is eigenlijk een hele actieve ecosystem play, zoals zij dat volgens mij zelf ook noemen, Marie-José. Zit daarop, nou, je kan niet ergens komen of zij is er niet, zou ik maar zeggen. Zij is er overal altijd met iedereen in gesprek van wat gebeurt er en precies weten wie waar de spelers zijn en die kunnen verbinden. En dat is ook heel erg belangrijk. En er zijn nog kleinere initiatieven, bijvoorbeeld de IoT Academy. Dat is ook deels ontstaan vanuit KPN, maar wel slim los neergezet in een aparte stichting samen met MakerLab. Ja. Maar daar evangeliseren ze over IoT. Als je daar weer een klein beetje afstand toeneemt, is bij de grote corporates, wat dat betreft, eigenlijk als. Ik moet anders vragen. Ja. Mag ik uit jouw verhaal concluderen dat bij de grote bedrijven definitief en volledig is doorgedrongen dat ze moeten uitkijken? Dat ze anders. Gewoon gedisrupt worden door jonge, kleine bedrijven die met onderdelen van hun
portfolio er vandoor gaan? Ja, ik denk dat de meeste grote Nederlandse bedrijven en zelfs grote instellingen zich bewust zijn dat er enorme disruptie is of heel snel gaat komen. Ja. En dat ze daarom in beweging komen. Een aantal heeft daarvoor al bedacht van daarvoor gaan we dus heel actief samenwerken met dat start-up ecosysteem. Maar dat doen ze zeker nog niet allemaal. En een aantal die bedenkt bijvoorbeeld wel, ik ga een venture capital fund, een corporate venture capital fund starten. Maar dan is nog een beetje zoeken naar van, ja. En hoe past waar, dat dan precies waar in je, dan ja, in, ja. En wat gaat dat dan bijdragen? Hè? Je kan wel in een heel gaaf appje investeren, ja. Maar wat gaat dat bijdragen aan de toekomst van jouw grote corporate bedrijf dan? Ja, ja. Dus het gevoel van disruptie leeft wel, de modus van, hè, zijn we echt al in beweging om daar alles aan te doen om de nieuwe modellen te vinden, dat verschilt dan wel. Oké, de Accenture Innovation Summit 2017. Ja. Wat wordt er nieuw? Wat gaan jullie anders doen? Jullie hebben net geëvalueerd, zei je. Ja, jeetje. ik heb nog heel even, gelukkig. Maar voor het eerst hebben we nu al wel vast de datum. Dus de laatste vrijdag van oktober in 2017 zijn jullie allemaal van harte welkom. Alle kijkers ook. Mail me als je langs wil komen. Weet je wat, we vinden dat heel belangrijk en jullie publiek is precies het soort van mensen wat we daar heel graag verwelkomen. En wat we daar anders gaan doen, dat weet ik eigenlijk nog niet precies. Ik denk dat we, dat je terecht zegt dat we misschien wel meer moeten investeren in het programma door het jaar heen, dan dat we dat summit nou heel erg anders moeten doen. Ik vind het goed werken, er was ontzettend veel energie, we hebben heel veel complimenten over gekregen, heel veel nieuwe verbindingen die daar zijn ontstaan, maar misschien moeten we veel meer richten op wat we door het jaar heen kunnen bereiken en hoe we onze database nog veel makkelijker kunnen ontsluiten, zodat je niet per se onze klant hoeft te zijn om ervan gebruik te maken. En dat is ook echt niet wat ik wil. Het is niet dat ik een rekening wil kunnen schrijven om jou te koppelen aan de juiste start-up. Alleen ja, op dit moment is er nog wel menselijk handelen voor nodig om de waardevolle match te maken in mijn beleving. Wat mij vorig jaar opviel toen ik er was, en vond het eigenlijk ook wel een mooie. Ik dacht, weet je, iedereen wil ze onderscheiden met een Tesla, maar als dan een evenement is zoals dat van jullie en er staat een hele rij Tesla's naast elkaar, dan onderscheid je je toch beter met die green wheels van mij. Hoe was het dit jaar met de Tesla's? Ja, ze waren er natuurlijk weer. Ze zijn er de laatste jaren elk jaar. En in grote getalen. Ook op de parkeerplaats overigens. Dat is ook wel grappig om te zien. Echt. Ja. Hoeveel gasten. Op de gasten. Op de parkeerplaats. Maar ook bij ons binnen natuurlijk. Ja. En je kan er testritten maken. Nu hadden we de Model X waarmee je een testrit kon maken. Dat was erg populair. En binnenin, er stond echt continu een rij voor mensen die zichzelf even op de selfie wilden zetten in de Model X. Dat is toch ook wel weer grappig hoe dat werkt. Nee, de Tesla's stonden er volop. En Green Wheels heb ik er niet heel veel gespot op. Ik was dit jaar ook niet. Ik was iets anders aan het doen. Volgend jaar kom ik weer met mijn Tesla Green Wheels. Ja, dan komen we langs volgend jaar. Ja, hey, super dat je er weer was. Nogmaals, het mooie van jullie is, jullie kunnen beter dan veel anderen volgen wat er in het hele veld speelt. Dankzij die 800 bedrijven die jullie jaarlijks ondervragen en op bezoek hebben. Dus blijf dat vooral doen. En dan blijven wij leren van al die gasten daar. Dankjewel. Jullie bedankt. We danken 2ML die ervoor zorgt dat de website van Fast Moving Targets wordt gehost. We danken Streamzilla uit Groningen die ervoor zorgt dat je iedere week live kunt meekijken. We danken Bier & Co. We hebben vandaag eventjes een tussenbiertje genomen van Palm. Maar zij drinken allemaal. Er worden daar mannenliefde bier onder meer gedronken. Lekkere bieren van Bier & Co. uit Amsterdam. En we bedanken natuurlijk Freedom Lab, waar deze uitzending vandaan komt. Kijk je live, blijf kijken. Want zo direct nog een interview. En kijk je on demand, dan weet je dat je dat interview live on demand kunt terugkijken. We hebben er al meer dan 1000 inmiddels staan, volgens mij. Dus je hoeft je nooit te vervelen. Dankjewel. Dag. Het is niet goed of het deugt niet.